Kan tweede paal. Kan tweede paal. Wat een perfecte bal. Wat een goal. Laatste. Walkout? Hoe dan? Hoe kan dit? Team of the week. Hermanos y hermanas van Team Yannick. Mijn naam is Yannick Lopez. En super goed dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Hermanos y hermanas van Team Yannick, super goed dat jullie kijken naar deze nieuwe FUT-draft samen met Naji Unuvar. We hebben natuurlijk kort geleden zijn Weekend League Rewards geopend en die van mij. Het was echt dramatisch. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Het was gewoon echt niet goed. Dus wat gaan we vandaag doen? We gaan een draft doen zoals vorige keer met Dani Visser. Vonden jullie heel erg leuk, dus we maken er gewoon nog eentje. En wat tof is dat vandaag de Team of the Year spelers ook in de draft zitten. Jij gaat hem maken, dus ik hoop dat je er een paar tevoorschijn tovert. Want ik bedoel, die kans is dan groter dat we winnen, toch? Ja, even een Ronaldo erin. Laat maar zien. Waar zou je... Kijk, ik zou bijvoorbeeld zelf nu voor Dybala gaan. Ik weet dat je Eriksen gaat kiezen, volgens mij. Nee. Jawel, toch? Of niet? Ja, weet je wat het is? Heel straight. Voor de rest, ik zweer het, nu praat ik al te veel. Ik beïnvloed je al te veel. Eriksen heb je wel meer kans dat je dan daarna gewoon een Premier League team gaat maken. Want als je nu Dybala kiest, dan zeg je dus eigenlijk, ik ga een Italiaans team maken. Is dat wat je wil? Die kans is moeilijk, hè? Is moeilijk, want als we wel die Team of the Year krijgen, is Spanje en Engeland, is niet Italië. Dus je kan ze niet combineren dan, snap je? Ik ga niks meer zeggen. Doe je ding. Ik zweer. Vanaf nu ga ik niks zeggen. Kies maar. Ik ga echt niks zeggen. Je moet zeg maar proberen om gewoon alleen maar Premier Leagues te pakken. Ja. Wie vind je het hardst hier? De kaart van Koulibaly is ook minimaal hoor. Ja, maar serieus, ken die kaart. Ik kan het niet gebruiken, bro. Ja, maar ken die kaart. Hey, ken die kaart. Die kaart is geweldig. 73 snelheid. Pak maar welke je wil, pak geen Varane. Want als we hem kiezen, dan kunnen we zijn Team of the Year niet meer pakken. Snap je? We moeten proberen een Team of the Year eruit te halen. Nu, deze link wel met Koulibaly, hè? Ja, maar we moeten Engels doen, tripje. Bro! Sure, joh. Je moet Engels maken! Je moet Engels maken, want het hele team is Engels. Dus als jij dan nu ineens Koulibaly gaat zetten met hem, dan gaat het hele team moeilijk. Ik weet wel waarom je niet elite haalt. Ik begin het nu te begrijpen. Oké, ga door, let op. We gaan het fixen. Ik ga je gewoon een beetje sturen. We gaan gewoon zorgen dat jij vanaf nu weet hoe je een draft moet fixen. Oké, nu kies je voor Fabrizio. Let op wat gebeurt. Kijk, teamgeest. Oké, nu gaan we naar onder. Kijk, nu is ons teamgeest 70. Met een 83 rating, toch? Ja. Let op wat hij gaat eindigen. Let op. Doe maar. Dit zijn goeie. Kijk, dat bedoel ik. Ederson. Ja. Want het is Premier League. En ja, je hebt gelijk als je nu zegt, dan daar een vieze link met Koulibaly, maar die gaan we skippen. Let maar op, we gaan een zieke centrale verdediger krijgen. Nee. Dit zijn hele goeie. Kijk, boom, Icon. Oké, die kun je sowieso kiezen. Die Icon. Ja, ik dacht dat je mee ging klikken. Zet die op de linksback alvast, want die link natuurlijk met iedereen, dat is super chill. Komt die, dit zijn goeie. Fernandinho, lekker. Die hadden we moeten krijgen, dat is een weekend die ik niet had. Krijg hem hier, naar die volkomt op. Ja, kijk. Ik heb die team geeft 89. Begint erop te lijken. Nu nog even een goede verdediger en een goede aanvaller. Wie ga je nemen? Boris is natuurlijk dik, maar we moeten voor Jorginho gaan, man. Jongen. Dan is ons team klaar. Ik ga zorgen. Kijk, de grap is, Dani Visser, het kampioen van de Eredivisie, die ging even uitleggen hoe het allemaal moest, toch? Ik ga jou gewoon laten zien hoe wij een draft gaan winnen. Dat ga ik gewoon doen. Ik ga laten zien. Wij gaan een draft winnen met z'n tweeën. Let op. Oké. Martial toch? Ja. Omdat de rest wordt niet zo goed is. Maar ik hoop dat we daar zo nog wel wat beter. Ja, doe maar. Ja, kan wel. Yes. Oké, volgende. Dan moeten nu echt wel wat toppers gaan komen hoor. Ja, anders, kijk, oké, dit is top. Wat ga je doen, Yannick? Deze geef ik wel echt volledig aan jou. Ik zweer het. Ik ga je uitleggen waarom. Eén van de twee spelers gaan we gebruiken als super sub. Dat betekent dat we hem gewoon inbrengen. Maar niet in het begin, snap je? Dus wel in het begin. Maar niet voor de wedstrijd. Nee. Dus met wie wil je liever spelen? In wie heb je meer vertrouwen? Dat mag je kiezen. Ik heb liever Neymar. Kies maar, man. Pak hem. Dan gaan we hem dus op die linksbuiten zetten als we de wedstrijd beginnen. Top, dat is alvast lekker. Dit zijn goede kaarten. Kijk eens. Oh, lekker, Mané. Lekker, Mané. Dat is top. Die kun je nu wel op de linksbuiten zetten. Top, oké. Dan gaan we met Neymar rechtsbuiten spelen in-game. Mbappé, Team of the Year. Yes, Mbappé, tik hem aan, bro. Mbappé, Team of the Year, klik maar aan. Eindelijk. Die is top. Ik zweer, die is top. Lekker. Nog eentje erbij dan? Lekker.
ik heb gewoon op zijn minst. Ben jij er? Ben jij er al? Wow, je wil hem graag, hè? Ja, dit ben jij. Je mag hem pakken, pak hem. Oké. Okay. Ja. Oh, dit wordt een goeie. Hier zit een icon in. Bill ook nog. Oh. Maakt ook. Pak maar Bill voor backup. Ga zo even kijken hoe we in game gaan spelen dan. En dan de allerlaatste. Kan nog wat goeds in zitten. Oh, Team of the Year, Marcelo. Lekker, man. Twee Team of the Years, ik zeg het nog. Jammer dat we wel die andere hadden. Dit wordt een puzzel, ouwe. Oké, Najee. We hebben even wat aanpassingen gedaan, gekeken naar de opstelling. Dit is wat het geworden is. 183 rating, 96 teamgeest. Mbappé, Eriksen, Marcelo als beste spelers. Ja. Laten we gewoon naar die eerste wedstrijd gaan, man. Ik ben benieuwd. Ja, man. Oké, we gaan het gewoon doen. Je bent goed. Wat zijn je sterke punten in FIFA? Gewoon een binnenkomen. Die time finish gewoon gelijk. Gewoon? Ja, die. Oké. Dit is de tegenstander, de tweede van. Ja, is matig toch. Hij heeft wel die Eriksen, maar voor de rest zootje. Ik bedoel, ja, rode lijnen. Het is een beetje net als jij. Het is gewoon... Ja, man. Gooi gewoon de speler neer. Let op. Goed. Zo. Kijk helemaal P-diep. Heerlijk. Ga maar. Je hebt hem nog een keer. Lekker, jongen. Trek voor. Nu dan. Tuurlijk, ja. Wat een goal. Wat een goal. Goeie. Ja. Eriksen. Goeie, man. Goed wat je deed daar met Mbappé. Lastige man, tweede. Ja, dat is wat ik. Dek hem af, dek die Marcelo af. Daar. Ja, top. Oh, die gaat erin. Die gaat erin. Zit die? Huh? Nee, man. Oh, ik snap het niet goed. Goeie. Oké. Ga maar eens, Najee. Ga maar eens met Neymar. Kan tweede paal. Wat een perfecte bal. Wat een goal. Najee, wat een paas. Wat een goal. Ik denk hij doet hem volledig om aan gaat weg. Eerste wedstrijd is het gewonnen. Lekker. Ik zeg het, hij gaat weg. Oh, heerlijk. Dit zijn ze, gap. Maar zie je, we kunnen het wel. Alleen het is even die ruimte zoeken. Ja, man. Eerst lukte het niet hier. Eerst zijn ze gewonnen. Let's go. Perfect. Op naar de volgende. Oké, even kijken. Het uitshirt. Zwart. Oké. Najee, ik ga even snel pissen. Check of het tegen ons team. Ik ga zo terug. Is goed. Oh, wat een team. Is het ziek? Ja, man. San, gewoon Kante. Varane, Marcelo, die is Suarez. Die Suarez niet normaal. Ramos. Yannick, kom! Sorry, man. Ben ik op tijd? Ja, ik heb zelf gekregen. Oké, goeie. Let's go. Wat is het team? Oh. Kante, Team of the Year. Marcelo, Team of the Year. Varane, Team of the Year. Ramos. Rot op. Team of the Group, heet Suarez. Nee, ik zweer het. Is het echt serieus? Ja. Oh mijn god. Oké. We gaan hem pakken. We moeten gewoon doen wat we net deden op het einde. Toen speelden we echt sterk. Ik druk alvast op start voor die volgende wissels. We gaan gewoon vanaf het begin lekker spelen. Vooral die breedte zoeken. We hebben hardste buitenspelers die er zijn. Dus. Start. Kom on, ja. 16. Schiet eens. Schiet maar. Najee. Oh, jammer. Bill naast je. Heerlijk. Heel goed. Dat is echt goed. Oh, jammer. Oké, goede eerste helft. Serieus een goede tegenstander. 9 schoten tegen 2, hè. We zijn gewoon veel beter. Man. Als je me één keer Neymar op de 16 geeft, als je hem één keer aanspeelt op hem, ik score hem echt. Nee, man. Oh mijn god. Nee, man. Hoe kan dit, man? Uit het niets gewoon. Maakt niet uit. Kopje op, we pakken dit. Geloof me. Nu. Heerlijk. Doe maar. Ik ga het doen. Ja, jongen. Lekker. Dat zijn ze. 1-1. Neymar. Oké, nu moeten we wel opletten, want je weet het, bro. Aftrappen. Ja, man. Oh, wat een wedstrijd, man. Spanning zo hoog. Is wel lastig. Komen we via rechts. Wat een bal. Als ik hem binnen haal. Oh. Ja, hou je wel binnen. De laatste aanval dit, hè. Doe maar die scheks gewoon, hoor. Voor het doel. Oh. Komt-ie. We moeten hem hebben. Oké. Verlenging. Ja. Wat een wedstrijd. Niks aan de hand. Ah, ik denk dat hij... Heb jij. Tuurlijk, Najee, jongen. Oh! Nee. Wat is dit? Jezus Christus, schat. Eerlijk, Najee. Er gebeuren raarste dingen hier. Ja, even serieus.
Jammer. Probeer gewoon, net als gewoon echt voetbal, probeer gewoon makkelijkste station te pakken. Gewoon. Die het dichtstbij. Heb je. Ik vind Nigel, jij moet een petit shirt kopen. Hoeveel jij met hem hebt geblokt. Ja. Maar ik spel dit, kom op man. Ik geloof gewoon niet wat er allemaal gebeurt bij die tegens. Hij heeft alles mee. Elk duel, elke rebound, elke paas. Oh, hij heeft druk. Hij heeft stress. Hij heeft stress. We zitten erop. Speel naar beneden, maar. Oh. Heerlijk, nog een keer. Maar paas hem naar jammer, jammer. Gewoon vredig dit. Nog één aanval. Kom op. Hier. Ja, ja, doe maar. Dit is sowieso een goal. Dit is sowieso een goal, jongen. Lekker, grap. Heerlijk. Wat een goal. Mbappé. Dit is wat ik bedoelde. Hè. Maar stel, je hebt dit een is die put. Timing. Ik zeg het je, kijk dan. 1 keer op de 16 vrij, het is een goal. 1 keer op de 16 vrij, het is een goal. En ik heb zijn team niet gezien. Jij wel? Ja, Steve is echt niet normaal. Oké, focus. We hebben hem nog niet. Hij is nog niet binnen. Hij heeft wel stress. Dat weet ik wel. En maar stel, je hebt zo'n Mbappé of zo echt in je fut team. Dit is heerlijk. Dit is echt goed. Ja, zo'n Mbappé in je normale team, hè? Komt ie. Ga erin, Naji. Ga erin. Dan gaan we voor, naar ja, de man toe. Oh, dit is een goal. Wat een goal. Ik zag het al. Oh, wat een goal. 17 deze minuut. Is heel ziek, deze is heel ziek. Oké, maakt niet uit. Gewoon rustig blijven. Penalty is Penalty is. Oh ja, die is heel dik. Dat is het team op de groep steeds. Ja. Maakt niet uit. Kom op. We hebben één goede aanval nodig. Eén goede aanval. Gewoon rustig. Nu wel. Nu moet je hebben. Oh, Naji. Nee. We gaan hem verliezen. Wat gebeurt hier? What the nee, fuck? Man. Maar, dit is niet normaal. Alles lukt bij hem. Dit is gewoon gefraudeerd. Waarom kan dit allemaal? Jongen. De hele wedstrijd beter, hè? Ik kan niet echt maar verliezen, hè? We moeten één wedstrijd. Ja, maar dit is toch. Heb je. Dit is echt super onterecht, hè? Ja. Eén aanval, klaar. Enige optie. Speel meteen naar mij terug op Neymar. Ga maar. Hij gaat afsluiten, denk ik. Ja, man. Hij gaat afsluiten. Dit is zo vals, ouwe. Dit is ongelofelijk. Dit is FIFA. Show 1 weer is drama. De win. Premium goudpakket, goudpakket. We gaan eigen pakken hieruit. Overmaat. Oh. Ja, dit kan je sowieso skippen. Hier gaat precies niks uitkomen. Nee, maar dit. Oh, we hadden het echt verdiend. Ik zweer het, we waren beter. Zoveel kansen gehad. En de laatste minuut krijg je er zo eentje tegen. Twee keer al shit. Laatste. Balkout? Hoe dan? Hoe kan dit? Team of the week. Wat is die Ah nee, niet. Die shit, nee. Je bent blij. Maar eerlijk, het is wel oké. Ik bedoel, ja. Het is gewoon oké. Toch? Ja, sowieso. We hebben sowieso wat munten terug. Dat is nog best wel oké. Goed, ouwe. Ik heb in ieder geval gelachen. We hebben onterecht verloren, ik zweer het je. Maar ik wil in ieder geval bedanken dat je er was, Naji. Heel tof. Sowieso voor jullie allemaal. Volg hem natuurlijk op Instagram en volg hem gewoon voor de komende tijd. Deze man gaat het heel ver kicken. Bedankt voor het kijken. Gooi je duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer. En ik weet niet, man. Wil je nog wat zeggen? Ik ben blij dat ik hier mag zijn, man. Nice. Gruwelijk. Boys, tot de volgende keer. Hermanos y hermanas van Team Yaniku. Hasta la próxima.